Dames en heren, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van Raadsplein TV. Het is een raadssessie van 16 juni 2022. Het is vandaag een vergadering met twee onderwerpen. Ze worden achter elkaar gepland, dus dat maakt het voor ons ook weer wat makkelijker. Het eerste onderwerp waar we het zo meteen over gaan hebben, dat is de eerste buurrap. Dat is eigenlijk een soort herziening van de begroting gedurende een begrotingsjaar. En het tweede onderwerp is de perspectiefnota van 2023. En daar gaan we met een tweetal raadsleden over in gesprek. Goed, het eerste onderwerp dat vanavond behandeld is, is de eerste buurrap 2022. Dat is misschien goed om dat even uit te leggen. Er is uiteraard in de gemeente Velzen jaarlijks een begroting. Die geeft de financiële kaders van het beleid aan. En er is natuurlijk gedurende zo'n begrotingsjaar ook wel weer het een en ander aan het veranderen. Er zijn bepaalde inkomsten die vallen hoger uit. Er zijn bepaalde inkomsten die vallen lager uit. Maar ook uiteraard aan de kostenkant verschuiven de dingen. En zo wordt de gemeenteraad eigenlijk op twee momenten in het jaar opnieuw geïnformeerd over die financiële stand van zaken. Dat noem je een bestuursrapportage, wordt ook wel de buurrap genoemd. En vandaag stond de eerste buurrap, dus eigenlijk in het voorjaar stond op het programma. Het was op zich een positief bericht, want alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken is er een kleine miljoen positief. Dus er is eigenlijk wat meer geld over. Maar goed, er zijn van allerlei aanvullingen en verschuivingen in dat verhaal. En daar zijn natuurlijk dan toch nog wel een aantal vragen over van de raadsleden. Dus we zagen bijvoorbeeld de eerste aftrap van D66 Velzen. Die had een aantal vragen. En met name wat interessant was, was een vraag over de toekomst van SHIP. Dat is natuurlijk het mooie informatiecentrum wat we op de sluizen hebben. Wat een aantal jaar geleden in het leven is geroepen met geld van de provincie. Maar het dreigt nu per 1 oktober te sluiten. En er was een toelichting in die buurrap over hoe het er nou voor staat. Maar daar was D66 en trouwens ook een aantal andere partijen, die waren daar niet helemaal blij om. Dus die hebben daar vragen over gesteld. En we gaan nu even kijken naar de reactie van de wethouder Jeroen Verwoerd. Ja, bedankt voorzitter. En allereerst ben ik blij met de vele steun die we krijgen voor het behoud van SHIP. We hebben ons daar eerder hard voor gemaakt. En we dreigden inderdaad SHIP te verliezen. De partners die het bekostigd hebben de afgelopen jaren trokken zich terug, want de sluis was toch open. En dat verraste ons een klein beetje, want we waren toch goed in gesprek om het te behouden. Toen zijn we heel voortvarend aan de slag gegaan. Want we hebben eigenlijk iedereen benaderd van jongens, we willen toch allemaal dat het behouden blijft. Nou, daarop zei iedereen ja, dat willen we. Alleen alle partners die uiteindelijk bijgedragen hebben aan de openstelling tot en met september, die hebben allemaal uiteindelijk een bijdrage geleverd met een iets ander doel. Dus wat we nu aan het uitzoeken zijn, is hoe kunnen wij met elkaar tot een programmering komen voor SHIP die ook duurzaam is, zodat we hem ook meer jaren kunnen exploiteren. Daar is nu een bureau mee bezig. We hebben een stuurgroep, die gaan deze zomer aan de slag. En ik kan u bij deze toezeggen dat zodra wij iets weten, want ik weet zelf ook nog niet helemaal wat eruit rolt, ik heb wel goede hoop dat het goed gaat komen, dat wij u informeren. Maar de brede steun is er, dus die kunnen we meenemen in dit proces. Kunstvorm, een aantal vragen. De isolatie van het pand, dat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Nou, het was een beetje een omslachtig verhaal waarin hij aangeeft dat er met verschillende partijen wordt gesproken en dat er aanvankelijk toch wel positief bericht was van de verschillende partners dat het zou gaan lukken. Maar het is toch nog steeds niet helemaal duidelijk. Er is nu een bureau ook bij betrokken die dat gaat onderzoeken. En hij belooft nu de gemeenteraad dat hij daar snel mee komt als er meer informatie over is. En wat hij in het fragmentje wat we net zagen ook nog even kort benoemde, was de situatie rondom Kunstvorm, wat op het schoolpad nummer 4 zit, vlakbij het Vellesan College. Dat zou gesloopt gaan worden, dat gebouw. Maar nu ziet het er naar uit dat het gebouw toch nog een aantal jaren wordt aangehouden en verhuurd wordt. Maar goed, het heeft behoorlijk achterstallig onderhoud. En een van de vragen waarop de wethouder in dit geval reageerde, ging over, ja, maar wie is er nou verantwoordelijk voor het verduurzamen van het gebouw? Want ja, we weten allemaal hoe het met de energieprijzen zit. Die rijzen de pan uit. Dus kunnen wij Kunstvorm in de jaren dat ze toch nog in het pand zitten, niet een beetje helpen en ondersteunen?
verdienen. Nou, en daarvan was toch een beetje een opmerkelijke reactie van de wethouder. Van nou, dat is het, de verantwoordelijkheid van de huurder. Dus van Kunstvorm in dit geval. Het punt was een beetje, daar kwam hij wat makkelijk mee weg. Omdat in de vraagstelling ook gesuggereerd werd dat je bijvoorbeeld met tochtstrips en radiatorfolie wellicht het gebouw duurzamer zou kunnen maken. Nou goed, dat zijn nou eenmaal ingrepen die je als huurder kunt doen, als gebruiker van een pand. Maar daarmee heb je nog niet je energie enorm gereduceerd. Maar goed, dat was een ander onderwerp waarop de wethouder dus ook inging. Zo waren er nog tal van andere zaken. Maar goed, het was op zich een levendige discussie. Maar goed, onderaan de streep is in ieder geval het positieve verhaal dat er nu althans toch wat geld over is op de begroting. Maar we weten ook allemaal dat er behoorlijke uitdagingen op de gemeente, maar op iedereen, op de maatschappij afkomen, die met name ook met die energie te maken hebben. Dus wat dat betreft is het maar goed dat er nu even een klein beetje een positief resultaat is, want de kans is best groot dat er later in het jaar wel weer wat meer een negatief resultaat was. Goed, dat was het wat de eerste buurrap betreft. Goed, dames en heren, we kijken terug op het tweede onderdeel van de sessie. Ik kan niet zeggen de tweede sessie, want het was eigenlijk één langgerekte sessie. Maar goed, de eerste ging over de eerste buurrap van dit jaar en de tweede ging over de perspectiefnota. En dit laatste onderwerp bespreken wij met twee raadsleden, ook twee fractievoorzitters. Frank Cornet van de ChristenUnie en Ahmed Karateken van de Partij van de Arbeid. Welkom, dank jullie wel dat jullie eventjes willen aanschuiven. Jullie moeten zelf zo nog door naar een andere overleg, begreep ik. Dus we proberen het een beetje kort te houden. Wat er de hele tijd gezegd wordt, het is een beleidsarme perspectiefnota. Eerst even voor de mensen thuis, een perspectiefnota is eigenlijk een doorkijkje naar de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. We zitten nu in een verkiezingsjaar. Er komt een nieuw raadsprogramma, dat is nu voor 70% vastgesteld. Daarin staat in feite wat de prioriteiten worden voor de komende 4 jaar. Jullie willen met elkaar dat de raad meer in stelling wordt gezet. Uiteraard komt er ook een college met wethouders die dat gaan uitvoeren. Maar ja, in zo'n periode tussen die verschillende fases in krijg je dan dat je zo'n perspectiefnota vaststelt waar ja, die beleidsarm wordt genoemd. Frank, kun je eerst even uitleggen wat daarmee bedoeld wordt? Nou, het is beleidsarm omdat er zit nu een college dat nog niet, we hebben net verkiezingen gehad, dus het college wil niet eigenlijk over zijn eigen graf heen regeren. Ja. Dus daarom zit er nu geen nieuwe initiatieven in de uitkijk naar volgend jaar. Ja. Dat gaan we doen met de begroting. De wethouder legt het ook uit. We hebben nu deze perspectiefnota. En in het najaar gaan we die inkleuren. Ja, dat is een mooie term. Ja, vier jaar geleden hebben we dat ook gedaan. En ja. Dan gaan we die inkleuren met de wensen die dan vanuit het raadsakkoord naar voren komen. Ja, precies. Maar desalniettemin, het is toch nog een heel lijvig document. Er staan een heleboel getallen in. Heel veel plussen en minnen. Een van de opvallende dingen is aan het Karateken is dat er volgend jaar vooralsnog een verlies is. Dan weer 2 jaar met een positief resultaat. En dan toch nog een klein verliesje in 2026. En met name het CDA reageerde erop van, goh jongens, kun je nou niet ervoor zorgen dat die wisselingen wat minder groot zijn? Wat vind jij daarvan? Nou, je gaf het treffend wel aan, want het is een doorkijk inderdaad die we meekregen. En in de meerjarenperspectief dan kun je ook doorkijken de komende 4 jaar. We zijn net geïnstalleerd zeg maar in maart, ja. Dus je kijkt 4 jaar vooruit. Dus er is al vooruit gekeken en dan zie je inderdaad komend jaar dat we negatief zullen zijn. Ja. En het jaar erop zitten we flink een aantal miljoen in de plus. Ja. Maar dat is natuurlijk een doorkijk. Ja. We hebben de mei-circulaire nog niet gezien. Er komt in september natuurlijk ook weer een september-circulaire. Dus dat negatieve kan zomaar wegvallen. Mm-hmm. Maar we kunnen ook natuurlijk, dat gaf ik ook al aan in mijn betoog. Yeah. Als raad moeten we keuzes maken en dat doen we al met het raadsprogramma. Yeah. En dan zullen we straks in het najaar, in september is de verwachting, keuzes kunnen maken in terughoudendheid. Of in het temperen, yeah. Wat ook aangegeven. Yeah. Dus het is maar de vraag of je negatief het komend jaar zult zijn. Ja. Yeah. Precies, die getallen zijn nog niet in beton gegoten natuurlijk. Hè? Nee. Maar goed, dus die onzekerheid die blijft je houden. Even om aan te geven, van we zijn ontzettend afhankelijk van wat er uit het gemeentefonds komt. Ja. We betalen allemaal belasting en dat komt allemaal bij elkaar in de grote kist van nu mevrouw Kaag. Ja. En die heeft daar een bepaald potje en dat is het gemeentefonds. Ja. En iedere gemeente die krijgt daar een stukje van. Ja. Alleen hoeveel je krijgt,
De manier van berekenen, dat is steeds aan wijziging onderhevig. Ja. En nou, zelfs al gezegd van in 2026, dan willen we dat helemaal anders doen. Alleen weten we nog niet hoe. Ja, dus dat is dan de Rijksoverheid. Hè? De Rijksoverheid, want die wil de gemeente meer zekerheid bieden. Ja. Alleen hoe dat er dan uit gaat zien, daar zijn ze nog niet uit. Dus dat maakt het zelfs al niet mogelijk om over 4 jaar nu over de hele periode van 4 jaar nu een totaalplaatje te schetsen. Precies. En dan wisselt het ook per jaar nog eens. Hè. Ja. Dan denk ik, de term meicirculaire kwam langs. Ja, precies. Dat is dan een circulaire vanuit het Rijk. Ja. Waarin wordt aangegeven, deze correcties hebben we nog toegepast. Ja. Nou, dat kan soms enorme plussen opleveren. Ja. Kan ook enorme minnen opleveren. Ja, precies. Nou. Dat zie je bij die buurrappen, zie je die resultaten daarvan. We hebben de meicirculaire hebben we nog niet gezien. Nee, oké. Okay, dus, bij een buurrap, maar zo'n buurrap. Daar komt een bestuursrapportage, daar staat die buren voor. Bestuursrapportage, die wordt 2 keer gemaakt. Ja. 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar. Ja. Ja. En dan daar wordt gekeken van wat zijn nou de afwijkingen van de begroting. Precies. Er zit wel, om het even aan te vullen, wel verbetering in vanuit de VNG. Vanuit de Nederlandse gemeente. Ja, want er is natuurlijk een verdeelsleutel nu in de maak. Ja. Die vanaf volgend jaar van kracht is. We blijven die mei en september circulaire wel houden. Ja. Maar de verwachtingen op die circulaire, die worden daarin verbeterd. Want die verdeelsleutel is een nieuw rekenmodel. Ja. Waarmee de gemeentes kunnen verwachten wat ze zullen krijgen. En nu is het een complex materie. Mm-hmm. Maar daar is al de afgelopen jaren aan gewerkt. Okay. En hij gaat ook per 1-1 wijze al ingaan. Want hij is meegenomen in de perspectiefnota. Okay. Ja. Hoe het gaat uitpakken weten we nog niet. Nee. Maar het is wel een verbetering. Okay. Dit gaat eigenlijk allemaal een beetje over de methodiek. En over, we hebben het ook even over de totale. Hè, over die schommelingen die je dan onder de streep ziet. Zijn er nou nog bepaalde specifieke elementen die jullie in je bijdrage, en dan vraag ik het eens even aan jou, Ahmed, die jij naar voren hebt gebracht. Het viel mij bijvoorbeeld op, een paar weken geleden werd het raadsprogramma, de 70% versie, werd ook aangenomen. Jij benoemde het thema preventie eigenlijk. En dat kwam nu ook weer voor terug. Kun je daar iets meer over zeggen? Jazeker. Wij vinden als Partij van de Arbeid preventie heel erg belangrijk. Want als je preventief bent aan de voorkant, kun je heel veel zorg. Maar het is een beetje een soort containerbegrip. En noemen ze bepaalde onderwerpen waar je preventie dan. Nou, schuldhulpverlening gaf ik aan. Want schuldhulpverlening, vaak zijn we te laat. Of mensen zitten in zorg, die schuwen de afstand naar de gemeente of durven zich niet aan te melden. Ja. Als je dan wat meer aan de voorkant zit, kun je iemand die voordat hij in de schulden zit, meteen al ondersteunen. Dat levert heel veel voordeel op. Ja. En voor het gezin. Maar ook een kostenvoordeel kan het opleveren. Ja. Dus inzet op investeren eigenlijk in preventie kan op de achterkant gewoon financieel ook de gemeente heel veel opleveren. Precies. Dat kan een heel slim. Het is een beetje. Ik snap dat het kan een hele goede investering zijn om daarin te investeren. Ja, zeker. Vooral de schuldhulpverlening die neemt toe. Ja. De aanvragen in schuldhulpverlening zijn toegenomen de afgelopen jaren. Ja. Dus als je dat aan de voorkant wat meer kunt managen, kunt verbeteren, dan zal het aan de achterkant natuurlijk wat beter zijn. Ja. Frank, zijn er nog andere onderwerpen waar jij punt wat ik heb genoemd is op het gebied van veiligheid. Yeah. De burgemeester is portefeuilleveiligheid en die heeft nu een aantal keer ons erop gewezen van ondermijning is echt iets wat enorm speelt, drugshandel. En daar hebben we echt iemand voor nodig die daar gewoon full swing mee aan de gang kan. Ja. We hebben daar iemand, maar die doet het ook maar tijdelijk. En dus daar is extra capaciteit voor gevraagd. Ja. Daarnaast is extra capaciteit gevraagd voor jeugdboa's. Ja. Dat zijn boa's die met de jeugd het contact aangaan op een constructieve manier. Mm-hmm. Op die manier proberen te onderkennen van wanneer loop je risico dat ze in drugshandel verzeild raken. Ja. En om ze daar dan tijdig uit te halen, zodat ze weer op het goede pad te brengen. Ja. Nou, dat vinden we heel belangrijk. En dat volgens mij wordt het ook raadsbreed gedragen. Ja, zeker. Ja. En het was ook opvallend dat eigenlijk. En we hebben nu tijdelijke boa's, maar heel erg belangrijk dat dat gewoon vaste krachten worden. Ja. En dat die gewoon
gewoon, en dat die mensen ook uitzicht hebben op een vast contract. Want ja, anders dan lopen we ook het risico dat ze naar een andere gemeente weer. Ja, ja zeker. Nee, een paar weken geleden was er ook een presentatie van de BOA's onder andere in het bredere kader. En dat, nou, het viel mij op dat het echt hele krachtige mensen zijn. We hebben ook aan de tafel hier eentje gehad. En ik denk dat ze hartstikke goed werk doen. En mooi dat er extra budget voor komt. Er ook nog een uitbreiding van één persoon. Hey, en eigenlijk een beetje in dat licht van dat onderwerp. We hebben preventie, veiligheid, zorg. Die net zit allemaal een beetje in, in de sociale hoek. Kwam er eigenlijk ook nog een voorstel vanuit de LGV om een motie in te dienen om wat budget vrij te maken voor een jeugdhaven of een jeugdhonk. Kan je daar aan met iets meer over zeggen? Ja, zeker. Dat is naar aanleiding van de overlast en de criminaliteit. Die heeft de gemeente in samenwerking met Garage 2020. Mm-hmm. Dat is een partij die met de jongeren in verschillende themaavonden, ze hebben 4 themaavonden gedaan met ouderen en jongeren, om met ideeën te komen, zeg maar, om jongerenoverlast te beperken. Ja. Daar zijn 3 fantastische ideeën uitgekomen. De nachtwaker, of de nachtbraker uit mijn hoofd, het jeugdhaven en de derde, dat heb ik even niet scherp. Oké, okay, maar goed. Ik was er zaterdag bij, toen was de uitreiking. Dat werd hier voor de deur, geloof ik, gepresenteerd. Ja, toch? Voor het gemeentehuis. Voor het gemeentehuis is dat gepresenteerd met de toelichting van alle jongeren. Ja. Nou, de 2 dames van 14 jaar die hebben dan met het idee met de jeugdhaven. Super leuk natuurlijk. Dat is een super fantastisch initiatief. Ja. Een prijs ook gewonnen van zeg maar 1000 euro. Dat is eigenlijk een startkapitaal om wat verder te kunnen. Ja. En in overleg met de LGV. Ook andere partijen sluiten zich daarbij aan. Ja. Wij onderschrijven dat. Zullen we een motie indienen waarmee we zeg maar de jeugdhaven vanuit de gemeente voorbeeldfunctie kunnen geven. Ja. Dat we naast die 1000 euro een bedrag van 10.000 euro zouden kunnen geven om crowdfunding in gang te kunnen zetten. Ja, precies. Ja, dat is een mooi initiatief en we zullen zien wat er verder uitkomt. Eventjes, want ik denk dat we tot een afronding komen. Jullie moeten ook naar je volgende vergadering weer. Zijn er nog een laatste dingen die jullie zijn bijgebleven van deze avond over de perspectiefnota die je nog eventjes met de kijker wil delen? Misschien niet laatste dingetjes, als ik zo mag. Ja, ga je gang. Het is wel belangrijk dat we inderdaad, dat gaf ik al aan, in algemene zin, dat zijn volgens mij alle raadsfracties over eens, dat we het weerstandsniveau en de solvabiliteit op peil houden. Yeah. Want als je een krachtige weerstand hebt, kun je ook ambities en raadsprogramma's waarmee we straks aan gaan werken, realiseren. Ja. Dus het aansterken daarvan, dat is ook een oproep geweest, ook vanuit mij, ook andere partijen, want Frank gaf dat gisteren ook in zijn betoog aan. Die weerstandsratio is heel erg belangrijk. Dat geeft gewoon aan dat je capaciteit hebt als gemeente. Ja. En dan kun je ook allerlei thema's realiseren en ambities maken. Ja. Nou, en daarom is het ook belangrijk dat die begroting een beetje in evenwicht is. Want als de begroting niet in evenwicht is, moet je greep doen uit reserves. En dan kan je dat geld niet meer aan iets anders besteden. Nee. Dus is dat gewoon weer weg. Of je moet het weer terugverdienen. Maar dat gaat ontzettend lastig. Dus, Nou heren, dank jullie wel voor deze korte toelichting op de perspectiefnota 2022. Ik zou zeggen, we kijken uit naar de vervolgstappen. Het wordt komt natuurlijk nog terug in de raad over 2 weken. Ja. En dan kijken we of er nog moties verder zijn ingediend. En dan doen we dan uiteraard ook weer verslag van. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Goed, dames en heren, dat waren de 2 onderwerpen van deze avond. Het zijn een beetje technisch financiële onderwerpen. Het is vaak een beetje een plusje en een minnetje. Er wordt vaak toch wat moeilijk gedaan, soms over hele kleine onderwerpen. Of over kleine bedragen en soms over grote bedragen. Die worden zo zonder enig gemak vastgesteld. Maar uiteindelijk, het is bij elkaar opgeteld, toch ongeveer een begroting van zo'n 200 miljoen euro waar we het hier in de gemeente Velzen over hebben. Dus dat is toch geen klein bier. En uiteindelijk, het is dan weliswaar geld, maar daar worden uiteindelijk alle activiteiten van gefinancierd die de gemeente uitvoert en die uiteindelijk voor ons als samenleving belangrijk zijn. Even een korte vooruitblik. We zijn de komende weken weer veel bij u aanwezig in de huiskamer, althans als u kijkt met Raadsplein TV. Volgende week, donderdag de 23e, hebben we weer een raadssessie. Daar worden weer een aantal verschillende onderwerpen, de inhoudelijke thema's behandeld. En eentje daarvan gaat over de jaarwisseling en de eventuele scenario's die er vanuit de gemeente worden voorbereid op die jaarwisseling. Want wellicht komt er wel een gemeente vuurwerkshow. En dan de week daarna, de 29e en de 30e, zijn er weer 2 raadsvergaderingen, waarin onder andere het nieuwe college, de nieuwe wethouders worden benoemd. Dus en dan uiteindelijk de perspectiefnota, waar we het net over hadden, wordt dan ook vastgesteld. Dus dat eventjes als vooruitblik. Voor nu, fijne avond. Tot ziens.
Thank you.